Ja, rundvlees is natuurlijk geweldig op de barbecue. Uiterst lekker en heel belangrijk dat hij goed is van binnen. He, wil je hem rosé, wil je hem medium, wil je hem wel dan? Daar hebben wij de meter voor, de kerntemperatuurmeter. Wij gaan laten zien hoe dat werkt. Nou heb ik die meter, maar wat heb ik nog meer nodig? Bas, ik ben er al. Ja, ja. De postbode komt net. Pakketje gebracht van Beef Exclusief. Die wordt netjes in huis bezorgd van de besteld wat je besteld hebt. Mooi stukje vlees heb ik erbij, want de meter, die gaan we laten zien hoe die werkt. Maar daar hebben we natuurlijk ook een mooi stukje vlees voor nodig. En wij hebben vandaag de Ribeye Jack's Creek. Een mooi stukje... Australisch, hè? Australisch rund. Australisch familiebedrijf volgens mij, hè? 1900 Black een Angus. Begonnen. En 100% Black Angus. Mooie gemiddelde marbling, zoals men dat zegt, dan een 3 plusje krijgt hij. Mm-hmm. Dus ik denk een ideaal stukje vlees voor bij deze meter. Ik wil het toch even laten zien, want ik heb een hoop temperatuurmeters al gezien en geprobeerd. Maar deze is wel heel gaaf. Ja, hij heeft hele mooie features. Hij zit hier in dat blokje en dan denk je, dat is een mooie houder. Maar als hij hierin zit, laat hij namelijk ook op. Want hierachter zit een batterijtje. En klik je hem erin, dan begint hij met opladen. Je kan hier op een knopje drukken en dan zit daar een lampje, dus denk voor mij hier Edwin, en die gaat dan groen branden en dan weet je dat hij opgeladen is. Dan denk je, kijk, zie je nu brand? Ja, ik zie hem. Ja. Haal ik hem eruit, dan is hij klaar voor gebruik. Maar eerst voordat we er wat mee gaan doen, er zitten 2 zones op die temperatuurmeter. Met het puntje meet hij de kerntemperatuur van het vlees en vanaf dit streepje wat hier zit, op dit gedeelte, daar begint hij te meten wat de omgeving doet. En beide informatie heeft hij nodig. Want wat doet hij daarmee? Die informatie stuurt hij naar een app. Meet is eigenlijk ontwikkeld door 2 appbouwers uit Amerika in 2015 hebben ze gezegd, weet je wat, lijkt ons een leuk idee om dat te gaan ontwikkelen. Via crowdfunding hebben ze het hele proces opgezet. Die app die ze hebben, geweldig. Je kan kiezen wat je wil. Nou, we doen beef. Die tikken we aan. Dan staat er ribeye, brisket, steak, chuck, sirloin, t-boy, tenderloin, roast, shank. Nou ja, als het je wil, ligt allemaal al voorgeprogrammeerd. Ribeye, ik wil, wat zeggen we? We gaan naar 52 graden kern. En dan kan je hem instellen. En dan druk je op start to cook. En dan gaat hij meten. Maar wat hij jou laat weten is, zeg maar, wat is de kerntemperatuur? Hoe lang moet hij nog op liggen? En straks als ze klaar zijn, straks zul je zien, geeft ook aan hoe we het moeten laten rusten. Veel informatie, laten we zo even zien op de barbecue. We gaan het vlees bereiden. Maak hem maar open. Hij hem uit het zakje haalt, is hij altijd even afdeppen. Zo, geweldig. En moet je eens kijken wat een mooie stuk zo dat ribeye, hè? Kijk, geweldig. Hier zie je die marbling, hè? Die is aangegeven met een 3 plusje. Zo. En dan doen we wat peper. Want ja, het heeft niet veel nodig. Nee, een beetje zout, peper, olie, meer niet, hè? Nee. Zo, 75 in. Mm-hmm. Dus weer omkeren. Dan draai ik hem voor jou. Ja, lekker aan beide kanten gedaan, hè? Yes. Ja, zowel onder als boven. Ja. En als je het omgekeerd doet, het zowel boven als onder. Ja. Ja, precies. Ja, dat is maar je weet. Lekker scherp. Hem ingesteld 52, hè? Zo vinden wij hem lekker, hè? 52 ja, eraf. Ja, een beetje rare is dat, vinden wij prettig. Maar wat je kan het instellen. Ja, ik zie het hier ook. Geweldig. Graaf, hè? Medium rare, medium well, well done, USDA. Nou, helemaal. Stop ik alvast een meter erin. Wat belangrijk is, hier zie je dat streepje. Tot zover moet die in het vlees. En zorg ervoor dat je dus wel in het midden steekt van het vlees. Want anders heb je nooit een goede meting. Nou, dit stuk nooit direct boven de dingen leggen. Niet handig, nee. Nee, dus leg hem op die manier neer. Dan kan de deksel er weer op. En dan druk ik op start cook. Doe maar start cook. Nou, en dan start hij. En dan geeft hij nog een tip. Nee, hier start cook. Ja. Ik moet nog even zeggen, ja. Kijk. Ja, kijk maar op het scherm. Kijk maar op het scherm. 16 intern, doel 52 en de omgevingstemperatuur is nu 51 graden. Nou ja goed, hij gaat er zo langzaam aan het opbouwen. En dan gaat hij ook, je ziet er lopen, dan gaat hij ook zeg maar de bereidingstijd gaat hij aanpassen. Dus hij continu aan het kijken van hoe lang moet hij erop liggen, hoe warm is het. Dus het, ja, een topapparaat. Met dit kan het eigenlijk niet meer fout gaan. En dat heeft Beef Exclusief prima geregeld. Ja. Wij gaan lekker hiernaar kijken en het steekje doet zijn best in de barbecue. Ja, zo. Hij is mooi klaar. Hij gaf aan dat hij klaar was. Ja, kijk, ik heb nu staan remove from heat, dus hij is er vanaf. En tijdens het hele proces zag je ook inderdaad hoe lang het duurde voordat hij klaar was. En nu staat er resting.
Je moet hem 4 minuten laten rusten. Zie je dat, Edwin? Ja. Resting. 3 minuten. 3 minuten nog. Dus als je hem afhaalt... 3 minuten wachten voordat ik kan proeven. Ja, dus 3 minuten wachten. Hier stond de target. Mijn target is 52. De bel gaat dat hij af moet eerder dan 52 graden. Want tijdens het rustproces... Ja, gaat hij door. Ja, dus houdt hij rekening mee. Wat een ding dit. Lekker. 3 minuten wachten. Ik heb je tijd om even naar de koelkast te lopen. Want wat heb ik gemaakt? Ik heb een heerlijk whiskybotertje gemaakt. Met een mooi flesje whisky. Ik had nog een Givas Regal staan. Ja. En... hier zit wat citroen in, peterselie en de whisky. Ik heb 4 eetlepels whisky ingedaan op 250 gram boter. En, beetje weinig. Ja, maar ik heb het wat zitten proeven, was goed. Ja. En dat zometeen zijn er een plakje ervan af en dat op die heerlijke steak. Vet gebakken, moet niet. Dus een whiskybotertje bij, superleuk om te maken. En geeft ook weer aan die heerlijke gebakken steak, of eigenlijk niet gebakken, gebarbecued steak, een heerlijk smaakje. We wachten nog even. Hoe lang nog? 2 minuten. Nog 2 minuten. Hij is er. Hij is echt klaar. Ja, dus zilverfolie is vanaf. En je kan ook meerdere probes aansluiten. Hè. Binnenkort is hij ook verkrijgbaar met 4 probes op de markt. Enkele probes, dus hier ligt, is €100. En die 4 probes die, zal wat duurder zijn. Ja, €300. €300, precies. Maar najaar komt hij. Ja. En nou, lekker zo'n plakje. Oh, lekker. Ja, dat maar... is, hij zegt dat hij klaar is. Ja, het is een magic moment. Ready for eating. Zo, die erop. Hij ziet er ook geweldig uit. Ja, ribeye, een van mijn favorieten op de barbecue, hè? Zullen we gewoon snijden? Ja. Dan snijden we die lekker mee. Ik ben tegenwoordig ook jurylid bij de Steak Cook Off Association. En dan moet je ribeyes moet je dan jureren. Ja. Ja, mijn favoriete stukje vlees, ribeye. Nou, dan hoop ik dat je, ben ik heel benieuwd hoe je deze vindt. Dankjewel. Ja. Oh, lekker. Even proeven. Ja, geweldig. Nou leg ik hem nog even met een stukje boter erop. Zowel voor de meat als vlees, beefexclusief.nl. Heerlijk. Ja, hè? Ja, echt waar. Wel. Een combinatie, hè? Ja, met die whiskies. Nou, wilt u meer informatie hebben over het vlees, over de meter, kunt u hieronder vinden doorverwijzen naar de website van beefexclusief.nl. Voor het recept uiteraard ook hieronder. Ja. U kunt je nog steeds... whiskybotertje. Top. Ja, whiskyboter. Ja, die whiskyboter. Ja, dat recept wil ik wel hebben. Ja. Zal het nog uitmaken welke whisky, welke smaak je krijgt? Zal geit wel. Zal geit uitmaken. Nou, ik zou zeggen, ga daar even creatief op los. U kunt zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire and Food TV. Ik zou zeggen, bij deze zeker, eet smakelijk. Ja. Ja, heerlijk.